Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Sorry van mijn blauwe oog. Ja, is niet erg. Ik ga mijn mieren nu tonen. Hoe dat ik ze nu heb en hoe dat is. Ik heb aan een van mijn kolonies een broedboost gegeven. Ik ga nog snel even allemaal de buisjes tonen. Hier, ja. Je weet wel. Ja, sorry dat ik hier zo'n beetje half naakt sta. Maar ik sta eigenlijk niet half naakt, want ik heb nog een broek aan. Maar het is hier best warm. Zo. Ze hebben allemaal heel veel eitjes. Ah, kijk. Deze heb ik ook een broedboost gegeven. Omdat die al bijna groot was en ik dacht, ja, dat duurt veel te lang voor die eitjes. Ik heb ze nog een paar, ik heb ze een werkster gegeven ook en nu zijn er al een paar werksters bij. Die ga ik dan, hier van mijn grootnest een buisje afkoppelen. Dit is een campenotus, denk ik. Dus ja. En ik ga dan hier van buisje afkoppelen en dan dat nest erin steken. Ja, nu ga ik de kolonie tonen. Dus ja, dit is het allemaal al. Ja. Ik vind dat er al veel in zitten. Hier is de koningin trouwens. Hoe moest je het niet zien? Ja, en hier stoppen ze er afval in. En hier... is dan de plaats waar ik gebroedboost heb. En hier is dan de Ria, hier buisje. Ze zijn super snel verhuisd, had ik niet verwacht. En nu zijn ze allemaal rond de koningin. Hier zit er een koningin en hier zit er een koningin van de luisters Niger. Dit zijn vier luisters Flavens koningen. Die in dit potje. Dit is een luisters Niger koningin, middelbroed. Hier zitten er zeven koninginnen in. Hier zit er één lesjes Niegerkoningin, één lesjes Niegerkoningin. En hier is dan mijn broedboost dat ik ze geef. En oei, er zit een beetje semmel, dat is niet goed. Ja, en hier is dan het buisje waar dan ze dan broed in doen. Dus voorlopig mijn setup. Die verandert binnen 2 weken weer. Want ik heb een wissel, dus dan ga ik weer naar mijn mama, dus ja. En hier is de voedsel meelwormen en de kevers die meelwormen leggen. Kijk, hier is er nu een aan het komen. En hier nog fruitvliegjes. Dus ja, ik hoop dat je van deze video hebt genoten. Zet in de reacties als ik meer Minecraft moet spelen of iets anders. Ik heb een video opgenomen, maar die kan niet online komen, want ik doe alles op mijn gsm, dus ja. En ik ga proberen dat ik nog iets korts hier op YouTube zet. Een soort van short. Dan over mijn Minecraft. Maar er gaat geen geluid zijn, dus ja. Ja, dus ik hoop dat je genoten hebt. Zet in de reacties dus... of dat ik meer video's mag maken voor Minecraft of iets anders. Of dat je een spelletje hebt dat ik moet spelen. Rise of Kingdom, Brawl Stars, Clash of Clans, weet ik veel wat. Zelf dat ik tutorials moet maken van iets dat ik bouw in Minecraft. Als je het nog zien, ga ik... heb ik mijn huis gebouwd. Heb ik een villager ding gebouwd. En dan heb ik nog iets van grot gebouwd, maar dat ga je dan wel zien in die short. En dan ga ik ook nog een molen bouwen. En er gaat een creeper ontploffen. En daar ongeveer ga ik mijn molen bouwen. Dus ja. En dan zeg je nog maar één ding. En dat is dikke doei, dikke later. Yo.